Zwembad Hoensbroek is weer open. Het is gerenoveerd en er zijn onder andere nieuwe elementen toegevoegd. Het zwembad is na de renovatie klaar voor een duurzame toekomst. Ja, we zijn nu in Zwembad Hoensbroek, gerenoveerd sinds vorig jaar. En we zijn eigenlijk vanaf maandag weer helemaal open voor het publiek. We zijn vorig jaar begonnen. In september is de renovatie gestart. Eigenlijk zou die duren tot en met februari, maart. En dan zouden we eigenlijk volledig open gaan. In januari is het 25 meter wat gelukkig geopend kunnen worden. En gisteren zijn we dus officieel open gegaan in de overige baden. En 24 september krijgen we nog een officiële heropeningsfeest met een grote open dag, waarbij iedereen gratis mag komen vrijzwemmen en gebruik mag maken van al onze faciliteiten. Het doel is tweezijdig. Eén is cosmetisch. Hè. We hebben allemaal nieuwe tegeltjes, nieuwe kleurtjes. We hebben een spraypark erbij gekregen. Dat al één, dus cosmetisch. We hebben een hele grote duurzaamheidsinhaalslag gemaakt. Dat betekent dat we de wanden geïsoleerd hebben, de daken goed geïsoleerd hebben. En we zijn van het gas af. We hebben nu een mijnwater. Dat betekent dat wij warm water via mijnwater binnenkrijgen om het hele zwembad te verwarmen. En dat is de meest duurzame oplossing die we nu hebben op dit moment. De naam Otterveurt, dat behoorde toe aan de vorige exploitant, dus die konden we helaas niet behouden. We hebben toen voor een tijdelijke naam gekozen, dat was Zwembad Hoensbroek. We zouden eigenlijk nog een prijsvraag gaan uitstellen voor een nieuwe naam, maar omdat we eigenlijk, doordat de verbouwing later is gestart dan gepland, voerden we eigenlijk al bijna 2 jaar de naam Zwembad Hoensbroek, waardoor we eigenlijk besloten hebben dat we die naam gewoon blijven aanhouden. De glijbanen die zijn niet nu, ze zijn vrijwel nu, want nadat de glijbanen zijn gekomen is corona uitgebroken, dus zijn ze vrijwel wel niet kunnen gebruikt kunnen worden. Dus voor heel veel mensen zal het inderdaad nog nieuw zijn als ze weer komen zwemmen. We hebben alleen het spraypark. Dat is natuurlijk wel heel erg mooi voor de kinderen. Want er was eerst een klein peuterbadje en nu hebben we een hele hoop elementen waar overal water uitkomt. Dus dat is voor de kleine kinderen wel heel erg leuk. Dat is inderdaad vernieuwd en voor de rest zijn de baden hetzelfde gebleven, maar heeft alles gewoon nieuwe tegels en zo gekregen. Dus nieuwe kleuren, nieuw uiterlijk. We zijn pas eigenlijk vanaf maandag helemaal open kunnen gaan. We hebben het 25 meter bad al zeg maar van januari en februari opengesteld. De mensen zien wel dat het een heel nieuwe zwembad is. Het is wel een oud zwembad in die zin dat het een bestaand zwembad is. Als je binnenkomt is het eigenlijk een nieuw zwembad wat ze daarvoor terug hebben gekregen. En het begint al bij de entree. We hebben de entree ook helemaal veranderd. De kassa, administratie en een stukje horeca erbij. Maar als ze doorlopen naar het zwembad, zeg maar, als je ziet naar de nieuwe tegels en de nieuwe plafonds en nieuwe verlichting, dan kom je net eigenlijk in een heel nieuw zwembad. En dat is toch wel iets unieks in Hoensbroek, dat zij nu eigenlijk een bestaand zwembad hebben, wat al jaren hier bestaat, maar dat ze wel een nieuwe gevoel krijgen van, goh, we komen nu in een nieuw zwembad. Een fantastische ervaring.